brandweerwagens en één hoogwerker, waar is die voor nodig? Nou, de hoogwerker was nodig omdat er iemand op het dak was. Die was gevlucht bij brand, dus die hebben we daar gered. En de twee auto's zijn nodig omdat we best wel veel brandweermensen nodig hebben om al die appartementen te controleren en de mensen eruit te halen. We zijn vandaag een brandweeroefening aan het doen bij de buursteden, waarbij we oefenen dat mensen bij een brand een ontruiming oefenen van hun gedeelte van het appartementencomplex. Nee, ik was hier even op bezoek bij iemand. En toen zag ik dat er... Dat er een pop naar boven wordt gebracht. Ik denk, oh, zo ga je die brandweeroefening doen. Ja, nou, u hebt hem helemaal gevolgd, hè? Ja, het was heel indrukwekkend om dat zo te zien. Ja. Even geduld hebben. Want ik merkte wel van, nou, dat de brandweer komt eraan. Maar dat ze met drie wagens aankwam, vond ik wel heel erg interessant. En indrukwekkend, ja. Met een brand die kan uitbreken in je huis. Daarom is het goed dat ze deze oefening hebben gedaan, zodat je allemaal weer goed nadenkt wat er kan gebeuren. Ik heb begrepen dat er volgende week nog een voorlichtingsbijeenkomst aangekoppeld is, ook hier volgens mij. Klopt ja. Dat? Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? 22 oktober. Ik zou zeggen, het komt allemaal, want dan kunt u nog eens ervaringen uitwisselen, ook krijgt u tips en trucs ook te horen wat u moet doen om uw huis veiliger te maken of om u zelf veiliger te gedragen. Hè? Want het is ook allemaal een opdracht aan onszelf om onszelf veilig te gedragen. Ik zou de brandweermannen, hier zijn geen vrouwen bij, hè? De brandweervrouwen ook, heel erg willen bedanken voor deze oefening. Die vandaag niet zozeer was om jullie kwaliteiten, kennis en kunde te beoefenen. Natuurlijk is het altijd weer mooi meegenomen, zo'n hele reële setting. Maar jullie hebben vooral ook de bewoners en het huis geholpen om te oefenen in hun eigen veiligheid. Ik dank u allemaal heel erg voor de medewerking, voor de prachtige middag die we hebben gehad. Ik heb het gevoel dat er straks na de koffie ook nog een borreltje komt of zo. Voor nu de oefening is voor